af, jongen. Die prik. Kneus. Yo mensen, hier is William. Rimsom! Yo mensen, hier is William. En hier is Sam. Dat was nog steeds. Nee! Je praat met je normale stem. Yo mensen, hier is William. En hier is Sam. En vandaag gaan wij jullie vragen beantwoorden, want ik had deze foto op Instagram geplaatst. Waarbij jullie vragen konden inzetten voor de Would You Rather. En dat doe ik dus samen met Sam. En dat gaan we dus vandaag doen. Let's go! Sweet and sour. Wil jij de allereerste vraag doen of ik? De allereerste vraag is, liever geen vrienden of liever geen familie? Ik speel jou kwijt, maar ik wil liever geen vrienden. Dus jij kiest voor je familie? Ja. Ja, ik ook, want mijn vrienden zijn gewoon mijn familie. Nou, dat is bij mij dus niet het geval. Just pranking is fatu. Is fatu. De volgende vraag is, wat zou je liever Pikachu zijn of de trainer van Pikachu zijn? Ik zou Pikachu zijn, omdat ik dan bliksemstraal kwam en thunderbol... Oh nee, het zal... Nee, dat is toch bliksembal of zo? Ja. Oh, dat klinkt best wel raar. Ja. Ik wil gewoon de allerbeste Pokémon trainer van de hele wereld zijn. I wanna be the very best, like no one ever was. Wacht, zie ik dat nou goed? Maar Pikachu is niet de beste Pokémon. Maar je bent alleen de trainer van Pikachu. Ja, alsnog. Niet van alle andere Pokémon. Alsnog, ik word wel de beste. Nee, dat kan niet, want jij bent Pikachu. Ja, maar Pikachu is gewoon de beste. Ja, dan heb ik hoe heet die ene Pokémon die super sterk is? Arceus. Arceus, die heb ik, jongens. I wanna be the very best, like no one ever was. Nee, niet weer. De volgende vraag is, nooit meer dansen of nooit meer zingen? Nooit meer zingen, want ik kan kapot goed dansen en zingen kan ik gewoon echt totaal niet. Ik bedoel, wat is dit? Maar ik weet het niet. Ik zing altijd als ik vrolijk ben, maar ik dans ook als ik vrolijk ben. De volgende vraag is, nooit meer YouTube of geen vrienden? Sowieso nooit meer vrienden, want wat heb ik aan vrienden? Komt toch zes? Nee, natuurlijk niet. Ik kies voor YouTube, man. Ja, ik ook, want je zou altijd ook nog gewoon video's kunnen maken of livestreamen, hey, bijvoorbeeld op Twitch, weet je wel. Je zou nooit meer A kunnen zeggen of nooit meer B kunnen zeggen. Dat is echt een scheidvraag. Die ga ik niet heen. Dat is echt een scheidvraag. Weet je waarom? Nee. Wat heb je aan de woord letter B? Kapot veel. Nee, maar de letter A is nog beter. Oh, in beter zit een B. Nee, maar A is een klinker. En die komen zo vaak in de zin voor. Ja, daarom. Zo is het like... Sn. En Willy... William. Nooit meer zien of nooit meer horen. Die is echt heel moeilijk. Kies jij voor nooit meer zien. Ben je gek? Ben je gek, kerel? Ben je gek? Wat zeg je? Nee, ik denk nooit meer zien, want anders kan je ook geen muziek meer luisteren. Dan kan je de stem van je fucking mensen niet meer horen. Maar nooit meer zien kan je makkelijk mee leven. Dat is gewoon blinde geleiden. Laat ik het zo zeggen. Nooit meer horen. Je kan lip lezen. Nooit meer zien. Je kan niks zien. Letterlijk niks. Je weet niet wie je vrienden zijn. Je weet niet wie je ouders zijn. Maar je ziet niks. Ja, hoe heet dat? Ik heb gewoon blinde geleidehond. En dan zie je je hele leven zwart. Leuk. Ja, je weet niet of je zwart ziet, hè? Je weet niet of je zwart ziet. Misschien zie je wel gewoon roze of groen. Of paars. Deze is heel moeilijk. Ben je vrienden dood of jij dood? Nee, ik denk dat ik... Nee, maar ik weet het niet, man. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Al je vrienden dood. Dan is bij mij gewoon de hele wereld weg, weet je wel? En als ik dood ga, dan ben ik het alleen, weet je wel? Dat is niet zo erg. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nee, maar weet je wat het is? Als ik mezelf dood maak, de wereld kan niet zonder mij. Maar jij kan niet zonder mij. Jawel.
I'm a gangster. I'm a straight up G. The gangster life is the life for me. Liever een banaan of een bucket van KFC? Ik haat banaan en ik haat kip. Kip, man. Ik hou ook niet van banaan. En kip is gewoon fucking goddelijk. De volgende vraag is nooit meer verkering hebben of nooit meer vrienden. Ja, nooit meer verkering, want je kan gewoon alsnog wel omgaan met een chick, toch? Wat een kutvraag. Het kan wel. Nee, maar ik wil toch kinderen later? Ik wil alsnog, dan hoef je niet per se verkering te hebben. Ik wil ook een vrouw later, met mooie ronddingen. Sla verkering gewoon over, ga gewoon gelijk trouwen. Nou, that's it. Dan heb je ook verkeer. Nee, jawel. Want dan ben je getrouwd. Ja, maar dat is dat ook is geen verkering. Nee, een liefdesrelatie... Nee. Is ook wel verkeerd. Nee, dan zijn ze niet meer zo van, ik zet het eventjes in mijn status van, oh, we zijn getrouwd en die datum, we hebben sinds die datum verkering. Dat is echt bullshit. 100k views of 100k subs? 100k subs. Want krijg je meer views? Ja. Simple as what, ja. Mate? Voor 1 miljoen euro of 1 miljoen abonnees. Als je goed omgaat met die 1 miljoen euro en gewoon bijvoorbeeld op de bank zet en zo, dan kan je er echt makkelijk van leven. Aan de ene kant zou ik juist wel voor de 1 miljoen abonnees gaan, omdat je dan ook gewoon kijkers hebt die naar je video's kijken en daardoor verdien je sowieso die 1 miljoen euro verdien je terug. Dat hoeft niet, want je kan ook gewoon 1 miljoen Ja, 1 miljoen, 1 miljoen non-actieve abonnees. Of ja, 1 miljoen extra account voor jezelf. Ja, toch cool. Met A en de O en de E en de L en de L. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Als je 1 miljoen euro hebt, dan koop je gewoon een goede PC. Als je ook een goede camera koopt, dan kan je gewoon altijd vloggen en shit. Dat is altijd superleuk. In ieder geval, ik vind vloggen superleuk. Dat betekent dat als je goede shit hebt om video's te maken, dat je makkelijk gewoon 4 video's per week kan uploaden. En dat je kanaal daardoor ook gewoon groeit. En legit. En niet zomaar 1 miljoen abonnees die gewoon niet actief zijn. Dus ik zou kiezen voor 1 miljoen euro. Dus ik weet niet hoeveel je verdient met YouTube. Nou, jij doet zeker alleen maar voor het geld en zo. Ja, dus, oké. Mijn haar is echt kapot lang. Ik zou er niet trots op zijn. Ben ik wel. Kerel, dat is mijn knolpower vet. Nee, ik heb geld. Jij niet. I'm a gangster. I'm a straight up G. The gangster life is the life for me. Dat was echt een scheidrek. Yo mensen, als jullie deze Would You Rather video tof vonden, geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Verder wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Wil jij nog iets zeggen? See you guys in a bit. En I'm out. Of here. Ah, die was grappig, hè?